Een badmust is een must bij een zwembad. Het past niet. Mam, ik kan niet zien. En ik kan mijn badmuts niet zien. Waar is die? Hoi, Jenna. Wauw, je vlechten zijn geweldig. Kun je dat ook voor mij doen? Ik heb alles gedaan wat ik kon. En? Zie ik er goed uit? Dank je, vriendin. Een kapsel doen met dun haar is easy peasy. Een haarspeld en het is klaar. Dik haar is veel meer moeite. Een kapsel kost veel tijd. Dit kan wel even duren. Hé, jongens, ik heb versterking nodig. Haarambulance. Dat is het. Klaar. Oef, het duurde zo lang. Ah, Fenijn zit in het zwembad. Hoi, vriendin. Jakkes! Jenna kan haar natte haar gemakkelijk in een knot doen. Dat wil ik ook wel doen. Niet slecht. Jenna, wil je me een spiegel geven? Oh, dit is de slechtste knot van de stad. Het grootste probleem met dik haar is dat het lang duurt om het droog te feunen. Heel lang. Veel te lang. Bijna voor altijd. Wil je een foto van me maken? Kijk eens naar mijn mooie haarflip. Moet je zien. Wauw, ziet er geweldig uit. Zo'n foto wil ik ook. Klaar? Ik kom tevoorschijn. Wel, is het cool? Nou, ja... Bijna. Hé, de haardroger is weer stuk. Juist, ik heb een sterkere haardroger nodig. Hé, jij. Hé, schoonheid, wil je me je nummer geven? Nou, ik heb jou niet nodig. Ik heb je bladblazer nodig. Bedankt. Nu kan ik heel snel mijn haar feunen. Ik ben drijfnat van de regen. Goed dat ik mijn haar gemakkelijk kan drogen met de gewone handdroger. Wat? Ik kan onmogelijk zoveel wegen. Wat? Ik zie het, nat haar. Dubbel knijpen.
Ziezo, ik ben weer zo licht als een vlinder. Oh. Heb je een extra haarhanddoek nodig? Nee, ik heb er alleen. Het is genoeg. Mijn lap droog snel. Hey, mag ik nog een handdoek? Tuurlijk, juffrouw. Ik denk dat ik ze allemaal neem. Nu is het genoeg. Eindelijk heb ik mijn haar gedroogd. Het is zo fijn om een lekkere zomerdouche te nemen. Bestie? Wat? Ben je kaal geworden of zo? Ik snap het niet. Waar is al je haar gebleven? Ze komt eraan. Oef, het haar is terug. Ze heeft het nat gemaakt. Deze lifehack is interessant. Hoe doe je je haar in een grote paardenstaart? Ik zou het eens moeten proberen. Ik doe 2 paardenstaarten, de een onder de ander. Hoe is het geworden? Oh nee, het is zo slecht. Deze lifehack is duidelijk niet voor mijn haar. Ik moet mijn haar in de paardenstaart opsteken. Oeps, mijn haarstrik. Ik heb een grotere haarstrik nodig. Oeps, alweer. Oké, dan pak ik de dikste haarschip. Laat me niet in de steek. Hoe groter de haarstrik, hoe groter de schade. Deze keer doe ik zeker een vlecht. Oh nee, waarom steekt mijn haar er zo uit? Mooi badpak. En dit... Wat is dat? Een harig badpak? De heetste trend. Geweldig idee. Dag 1. Mijn haar is gewassen, schoon en mooi. Dag 2. Ik heb droog shampoo nodig. Dag 3. Echt waar. Ik heb mijn haar nog zo kort geleden gewassen. Laten we een bank overvallen. Nu of nooit. Oké. Stil, zet je masker op. Wat? Waar is je masker? Ik heb het altijd bij me. Kijk, niemand zal me herkennen. Ik ben net een harige ninja. Je bent hopeloos. Het is zo warm. Ik doe mijn topje uit. Oeps, ik zit vast. Bah, mijn haar weer. Oh man, wat moet ik nu doen? Oh. Ik neem dit. Dit. En dit. Alsjeblieft, doe een gezichtsmasker op. Is dit een haarmasker? Oké, dan gaan we door. Ik moet alleen even mijn haar feunen. Wat? De haardroger is stuk. Het gaat wel. Mijn haar droogt snel in de lucht. Houd de lift vast. Bedankt. Het is hier warm. Oh, er staan hier mensen. Er zitten veel haar in de lift. Oeps, gênant. Mijn haar is schoon. Ik kan beginnen te stylen. Ik begin met een föhn. Nu de rest nog.
Ik hoef alleen maar te borstelen. En natuurlijk mijn pony's te stylen. Nu ben ik klaar. Ik kan gaan slapen. Ik zal wakker worden met een perfect kapsel. Is het al ochtend? Wat? Mijn pony ziet er vreselijk uit. Waarom? Vond je onze harige situaties leuk? Reageer dan hieronder of je dik haar of dun haar hebt. En vergeet niet deze video een like te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen hilarische nieuwe video's van Troom Troom mist.